Loopt die? Loopt. Ah, hij loopt. Ja. Zegt mijn vrouw, die zegt net, die staat dus met die camera zo. Die zegt net tegen me, ja, dan ga je weer over dat virus beginnen. Laat die mensen in Nederland nou eens een keertje met rust. Laat ze het nou eens een keertje zelf uitzoeken, zegt zij. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. De strandwachter in mij, die roept en die zegt, waarschuw de mensen. Dat is mijn functie. En wat mijn vrouw daar verder van vindt, dat interesseert me gewoon niet. Hoor je dat, schat? Hey. Ja, dat hoort. Ja, dat hoort ze. Dat heeft ze gehoord, ja. En ze blijft dus ook trouwhartig zo staan. En ze, ja, en ze denkt bij zichzelf, ik ben het er niet helemaal mee eens. Nou, dat mag. Dat waren ook veel mensen die een reactie hebben geschreven. Die waren het ook niet met mij eens toen ik zei van, laten we nou één team zijn. En wat ik gelezen heb, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Dat vertrouwen heb ik ook helemaal niet meer. Dat Nederland als één team gaat optrekken tegen het virus. Nee, dat zit er gewoon niet in. Er is te grote verdeeldheid. Er zijn te veel meningen. En de een zegt van ja, ik ga die injectie niet nemen, want dat vinden ze dan, weet ik veel, gevaarlijk en zoek het uit. En ze roken wel, want dat vinden ze dan weer niet gevaarlijk. En zo gaan we maar door. En dan is er nog een hele club die zeggen, ja, niks mondkapjes en zoek het uit. En dan is er nog een hele club die zegt, ja, maar het kabinet neemt ons in de maling en die kunnen ook maar reet roesten. Dat vinden mensen dan. Maar waarom zou je nou verschuilen achter de regering of het kabinet? Wat kan het je nou schelen? Wat die vrijgezel zegt? Of wat die gozer met die foute schoenen zegt? Wat kan het je nou bommen? Laat die vrijgezel en foute schoenen, zet die nou even aan de kant. Daar ga je gewoon niet meer naar luisteren. Die maatregelen, daar gaat het namelijk niet om. En daar gaat het niet over. Het virus is alleen maar te bedwingen door ons gedrag. Jouw gedrag, mijn gedrag, dan kan je het verslaan. Er is geen andere weg uit. Dus moet jij de afweging maken, ga ik de drukte in, ja of nee? Doe het dan niet. Ga nou niet met die kerstinkopen allemaal door die winkelstraten lopen. Want dat hebben we natuurlijk wel gedaan met Black Friday. En nu komt die, ja, die ober, daar is hij weer, die rekent nu af. En daarom stijgen die cijfers nu weer. Ja, en zo gaat het maar door. En dan blijft het dus. Want dan gaan we met kerst gaan we allemaal weer inkopen doen. Of we gaan weer met kerst allemaal weer bij elkaar zitten. En met oud en nieuw gaan we ook weer allemaal bij elkaar komen. En zo blijven we maar dat virus aan elkaar doorgeven. En daar zit nou net de clou. En zoals de vrijgezel heeft gezegd, we staan op een zweesprong. Dit is het. Het is die kant op of die kant op. Ja, het is niet anders. Ja, en nu we op die tweesprong staan, heb je alleen maar bij jezelf na te denken. Gewoon bij jezelf, gewoon verantwoordelijk en volwassen doen. Gewoon bij jezelf nadenken. Wat is nou verstandig? Hoe kan ik er nou ook aan bijdragen? En de rest schuif je allemaal aan de kant. En zo moet het verder. En zo gaan we het doen. Toch een goed verhaal, schat. Ja, en dan ben jij het er niet mee eens, of wel? Een goed verhaal. Oh, je vindt het een goed verhaal. Oh, nou vindt ze het weer wel een goed verhaal. Nou, ze is het ermee eens. Gelukkig maar.